Hallo mensen van YouTube. Vandaag ga ik laten zien hoe je een block update detector kan maken in Minecraft. Wat je ervoor nodig hebt is 1 sticky piston, 5 stone of ander bouwmateriaal, 2 redstone repeaters, 4 redstone en een redstone torch of receiver. Eerst moet je je sticky piston neerzetten. Dan plaats je bouwmateriaal ervoor. Net een repeater naartoe. Maakt niet uit welke stand. Dan je redstone torch. Dan 3 redstone. Hier 3 extra stone. En nog een stone. 1 redstone. En een redstone repeater. Nu is de block update detector al klaar. Zoals je ziet, het is vrij compact. Je kan ook op servers makkelijk gebruikt worden waar je kan gewoon grieven en niet veel ruimte in. En nu ieder blok dat naast deze sticky piston wordt veranderd of gesloopt of gebouwd, dan krijg je een signaal of ja, gaat het signaal weg. Want zoals je ziet, nu is er hier een signaal. Maar nu verander ik daar iets en nu is het signaal weg. En nu komt het weer terug. Je kan er heel veel dingen mee doen, zoals met een bed dat het verandert als je neer gaat slapen. Of met redstone als je erop loopt, of met rechtermuis moet klikken of gewoon slaat. Ook kan je het gewoon overdoen, zoals ik hier ga laten zien. Nu zijn de lampen uit. Nu ga ik rauw pork chop klaarmaken met mijn shovel. Je ziet dat de oven nog bezig is en de lampen gaan aan. En nu als de oven klaar is zometeen, dan gaan de lampen hier ook uit. Zie je? En je ziet dan dat het klaar is. Dit was de tutorial. Vergeet niet te liken, abonneren, reacties achterlaten, dat soort dingen. En zie jullie in de volgende video's.